Al 7 jaar woont en werkt Antwerpenaar Patrick van Roosendaal in New York. Sinds enkele jaren gidst Patrick Belgen in de Big Apple. Vanuit zijn ervaring als New Yorkse stadsgids schreef hij zijn eerste boek, Be New York. Het boek staat vol van de tips en verhalen van echte New Yorkers. Be New York werd voorgesteld in het Red Star Line Museum in Antwerpen, de plaats waar voor velen de reis naar Amerika ooit begon. Ik geef mijn tips bloot, ik geef mijn kennis en mijn ervaring. En eigenlijk wat ik volledig heb getracht met dat boek is om op een leuke, boeiende manier die stad te laten ontdekken door de ogen van echte New Yorkers. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik eens een gids op de markt is gekomen waarin dat uit het standpunt van een stadsgids. Wat bedoel ik daarmee? Ik krijg natuurlijk heel veel vragen, heel veel Belgen die op bezoek komen. En ik krijg toch altijd dezelfde reacties van ja, wij willen New York eens ontdekken zoals de New Yorkers, maar niet zoals de klassieke toerist. En vandaar, met dat idee heb ik dat boek geschreven en ik ben ongelooflijk fier dat ik vandaag dat resultaat mag voorstellen aan de pers. Schepen voor Cultuur Philippe Heijlen heeft een grote voorliefde voor New York. Al meer dan 40 jaar reist hij naar de Big Apple. Het is een fantastische stad waar ik al meer dan 40 jaar kom. En dan is het onwaarschijnlijk leuk om een jonge gast als Patrick van Roosendaal tegen te komen in New York. Een Antwerpenaar die daar over dezelfde passie als dat ik heb die stad een boek schrijft, maar een boek waar ook iemand die er al zoveel jaren komt omdat de familie daar woont, nog altijd door gepassioneerd kan geraken. Dat heeft Patrick ongelooflijk gedaan met dat boek Be New York. Be New York kan je niet echt in een categorie plaatsen. Maar waar moeten we het boek dan zoeken in de boekhandel? Het heeft eigenlijk geen aparte plaats. Ik weet wel dat het ondertussen al bijna een bestseller is, dus ik hoop dat het op het voorste standje chavotje komt bij bestsellers. Maar anders, ja, komt het toch bij de reisgidsen uit, omdat het een reisgids is. Maar het is niet echt een reisgids, hè, want het zit vol met verhalen en anekdotes en leuke momenten beschreven door de ogen van New Yorkers. De passie voor New York laat Patrick van Roosendaal totaal niet los. Zo is ook dat boek ontstaan. Het is uit een passie voor een stad, een passie om met mensen om te gaan, een passie, een voorliefde voor gewoon stadsgids zijn. En dat straalt een beetje in dat boek en dat komt naar voren in mijn werk. En ik denk dat als je iets met passie doet, dan loopt dat na verloop van tijd wel. Waarom moeten we voor of na het lezen van Be New York een bezoek brengen aan de Big Apple? Maar vooral eigenlijk om energie en een zekere energie op te doen uit een stad die toch wel ook een beetje een voorbeeld is voor heel de wereld. Het is heel multicultureel. Heel de wereld leeft daar samen op een heel compacte plek. En ik denk dat het zeer inspirerend kan werken voor heel veel mensen om daar eens in die stad te gaan rondkuieren. Be New York is nu verkrijgbaar en is uitgegeven bij uitgeverij Lano.